Ik ben Geert Vermeer en ik was commissaris bij ARN van 2006 tot 2018, dus 12 jaar lang. Ik rij in een hele mooie, niet gerestaureerde DAF 600 van bijna 60 jaar oud. Dit rijden in deze DAF is nog het echte rijden. Geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, wel automaat. Ja, dit is toch fantastisch. Stel dat hij in de jaren 60 aan het eind van zijn Latijn zou zijn gekomen, dan was het als afval gebruikt. Hè, dat ging toen zo. En als je dan ziet wat er allemaal veranderd is, dat is gigantisch. Het mooie is in vergelijking met toen, dat als je het nu zou doen, als je deze auto nu zou gaan hergebruiken of nou gaan recyclen, dan praat je niet meer over slopen, dan ga je hem demonteren. Als we het doen op de manier zoals ARN het doet, en dat is uniek in Europa, dan kunnen we meer dan 95% van het materiaal hergebruiken. Als je naar de toekomst kijkt, dan zijn er bij ARN wel een paar uitdagingen. Want er gebeurt heel veel. Ik denk dat de komende 10 jaar, als je kijkt naar mobiliteit, naar automobiliteit, er meer gaat veranderen dan in 40 jaar daarvoor. Denk even aan elektrische auto's. Denk aan het hergebruik van accu's. We praten niet meer over een auto dadelijk met benzine en met olie. We praten over een soort rijdende iPad. Nou, daar moet je anders mee omgaan als je het aan het eind van zijn leven komt dan met een traditionele auto zoals we die nu nog kennen. Nou, daar ligt de uitdaging bij ARN. Maar ze zijn er al heel goed mee bezig. Want ik weet zeker dat ze die uitdaging ook aankunnen.